De waarschuwing snelheidsoverschrijding met verkeersbordherkenning waarschuwt de bestuurder wanneer de maximumsnelheid op de weg wordt overschreden. De camera identificeert de verkeersborden en vergelijkt deze met het navigatiesysteem om de toegestane maximumsnelheid te bepalen. De toegestane maximumsnelheid wordt weergegeven op het instrumentenpaneel en head-up display. Als de maximumsnelheid wordt overschreden, wordt de bestuurder gewaarschuwd via een visuele waarschuwing. Als de snelheidsbegrenzer is geactiveerd of als het regent, stelt het systeem een aanpassing van de toegestane maximumsnelheid voor. De bestuurder wordt ook geïnformeerd over gevaarlijke zones, zowel op het instrumentenpaneel als de head-up display. Het systeem wordt ingeschakeld vanaf het multifunctionele scherm.